De treinreis. Vanavond neemt Erik Robson u mee op de luxueuze Cisalpine die van Parijs naar Montreux gaat. Van daaruit reist hij nog door naar Budapest om nog even de sfeer te pakken te krijgen van de vroegere Orient Express. Van trein op trein op trein. Probeert u zich nog eens voor te stellen hoe het vroeger was. Misschien hebt u nog wel prettige herinneringen aan het reizen per trein in de jaren na 45, toen het leven nog niet zo gejaagd was. Een reisje per trein had toen nog iets spannends. Het uitzicht uit het raam was een soort voorprogramma voordat de echte attractie, de hoofdfilm, begon. Misschien had u eerst overwogen om eens te gaan vliegen. Na de oorlog begon de luchtvaart het reizen per trein over lange afstanden al te verdringen. Ten slotte had u maar besloten om toch maar met de trein te gaan. Want het reizen op die manier was al een vakantie op zich. Het was de moeite waard om ervoor te sparen en het was een hele ervaring. Maar of het echt zo leuk was als de herinneringen en de films ons nu doen geloven, dat is de vraag. Herinnert u zich het lawaai en het roet niet meer? De tochten op de stations en het oponthoud? Misschien niet. Misschien herinnert u zich nog de rit door Parijs en het instappen op het Gare de Lyon op weg naar verre oorden. Dat kan nog steeds. Zeg maar waar u heen wilt. Naar Milaan of naar Marseille. Of misschien naar het oosten, via Wenen, naar Budapest, langs het spoor van de oude Constantinopel-express. Als we naar het oosten gaan, hebben we in ieder geval een grotere kans om nog stoomtreinen te vinden. En het spoorwegnet in het oosten is uitgebreid. Daarom nemen we geen rechtstreekse route. We hebben een week om te reizen. Een week om telkens over te stappen, uit te stappen waar we zin hebben en wat je noemt in stijl te reizen. De Cisalpin Trans-Europa Express ziet er dan misschien niet meer zo romantisch uit als de treinen van vroeger. Maar hij heeft ook zijn goede kanten. Bovendien vertrekt hij altijd op tijd. Er is geen betere manier om aan onze reis te beginnen. Dit zijn de eerste klas internationale treinen. De droom van elke enthousiaste reiziger. Die een stuk of 10 landen aandoen. Op ongeveer dezelfde manier als de luxe wagons van de firma Wagonlit 100 jaar terug. Na 4,5 uur in de rustige, comfortabele entourage van de Cisalpin zullen we onze eerste plaats van bestemming bereiken. Het meer van Genève. Het eerste wat je tijdens zo'n treinreis natuurlijk doet, is het opnemen van je medereizigers. Ze horen zeker niet tot die elitaire groep waarmee we een eeuw geleden zouden hebben gereisd.
messieurs, nous arrivons à Valorbe. Ladies and gentlemen, we are arriving at Valorbe. Onze eerste grens. We laten Frankrijk achter ons en gaan Zwitserland binnen. Alles verloopt even soepel. Er wordt 7 minuten gestopt, net lang genoeg om de douane en pascontrole aan boord te laten en van locomotief te verwisselen. Maar daar zit hem de fout in het systeem. De Trans-Europa Express, die in de jaren 50 ging rijden, zou Europa verenigen als nooit tevoren. Overal zouden dezelfde treinstellen worden gebruikt en de reserveringen zouden per computer gaan. Daar komt nu niets meer van terecht. De locomotieven mogen dan allemaal elektrisch zijn, maar er wordt in Europa nog steeds gebruik gemaakt van 4 verschillende voltages. De overkoepelende spoorwegorganisatie, die om de 4 jaar door een ander land wordt voorgezeten, is het niet eens kunnen worden over het soort service dat moet worden verleend. En zelfs niet over zoiets eenvoudigs als de kleur van de treinen. De spoorwegen zijn nu weer net zo nationalistisch bezig als in de tijd dat de directie van de Orient Express de toen net ingevoerde pascontrole wat versoepelde. Misschien is de Cisalpin binnenkort even verouderd als de grote Europese vakantieoorden die hun bestaan te danken hebben aan de spoorwegen. Dat was in de tijd dat deze buurt om het meer van Genève in het hoogseizoen nog een soort klein Engeland was. De welgestelden kwamen naar Montreux voor de frisse Alpenlucht en om zich nog 1 keer uit te leven voor de zon onderging boven hun gouden tijdperk. Sommigen bleven, zoals Kay Dalrymple. A lot of people have passed through here. They seem to be rather quiet people, whether they came here to recollect themselves, because it was a beautiful spot and it was quiet and the view is magnificent and you have the lake, which was in those days not polluted. So it was quiet making. You could go for trips on the boat. From here, people went up to Glion, which is very easy with the little trains, or to Caux, which they did a lot, of course. And it was a relaxing place. De grote spoorwegondernemingen, zoals Wagonlit, brachten je erheen. En de hotels waren al net zo uitstekend als de treinen. I feel it's one of the places you can go and live when you're very old. But otherwise I wouldn't come here. It's too noisy now. Maar er zijn nieuwe attracties. Wat in Kay Dalrymple's jonge jaren zo gewoon was, is bewaard gebleven in de heuvels boven Montreux. Eens was de lijn Blonay-Chambly maar 1 van de wel 100 landelijke stoomspoorlijntjes. Nu worden die 5 kilometer spoor in stand gehouden door amateurs. De voorzitter van de Vereniging tot Behoud van de Stoomtrein is François Bossard. Vous savez que dans la vie, on réalise des fois, je dirais, un petit peu des rêves d'enfance où on essaye de retrouver ce qu'on a vécu autrefois. Et mon premier intérêt n'a pas été pour le chemin de fer directement, mais pour les bateaux à vapeur. Et j'avais un grand-père qui était ingénieur comme moi, qui m'avait conduit sur les bateaux à vapeur du lac, où on voyait encore les machines à piston, il y en a encore quelques-unes. Et c'est lorsque, en 1968, j'ai entendu parler qu'il y avait une société qui allait se constituer pour remettre en service et conserver du matériel à vapeur, que je me suis dit, eh bien voilà, un bateau à vapeur, c'est très grand, une machine, ça sera un petit peu plus petit. Je me suis intéressé, je me suis approché, et maintenant, ça fait des années que j'œuvre à cette société. First run of Europe's newest luxury train. This season you can travel through the scenery of Switzerland's Golden Pass in the comfort of the Mountain Pullman Express. Aan het einde van de lijn Blonay-Chambly kon je in 1931 reizen met de enige smalspoor Pullman ter wereld.
De spiksplinter nieuwe elektrische trein nam de bochten als een modeltreintje en kronkelde door het landschap op weg naar de chique ski-oorden in het Berner Oberland. Tegenwoordig is het een kaleidoscopische reis van 2 uur. Toeristen, die eigenlijk de eerste stoot hebben gegeven tot de aanleg van deze spoorlijn, zijn nog steeds de belangrijkste klanten. Particuliere smalspoorlijn Montreux-Oberland-Bern vervoert al sinds de eeuwwisseling dagjes mensen naar Zweisimmen aan de andere kant van de berg. Daar stapt iedereen over op de ook al particuliere spoorlijn Bern-Lotschberg-Simplon. Alleen heeft die geen smalspoor, maar normaalspoor. We hoeven alleen maar het perron over te steken en dan beginnen we aan de lange ruk naar Interlaken. Dit is zeker geen route voor mensen die het vervelend vinden om telkens te moeten overstappen. Je kunt in Zwitserland bijna 100 verschillende routes nemen, zonder ook maar 1 keer van dezelfde spoorwegmaatschappij gebruik te hoeven maken. Zwitserland is in feite 1 groot spoorwegnet, waaraan generaties vaders en zoons, telkens als ze er zin in hadden, een stukje baan en een extra trein hebben toegevoegd. De Zwitsers hebben van treinen hun hobby gemaakt en ze zijn zelfs bereid om er geld bij te leggen als bepaalde lijnen onrendabel zijn. Onze 4e trein die dag gaat over de enige smalspoorlijn van de Zwitserse federale spoorwegen. We rijden hier niet door de hoge Alpen, maar door het randgebergte. Een blik op de sneeuw terwijl wij comfortabel binnenzitten met een reisdeken en een goed boek. En daar ligt Meiringen. Niet onbekend voor de bewonderaars van Sherlock Holmes. Hier in de buurt leverden de grote speurders een fatale gevecht met professor Moriarty. We komen uit langs de oevers van het Vierwoudstedenmeer en overnachten in Luzern. Morgen staat er een stevige klim op het programma. Onze 3e dag. We zullen het zonder ontbijt moeten stellen als we willen zien hoe onze 8e trein wordt geladen. De goederentrein klimt net uit zijn remise aan de andere kant van het meer. De mensen die op de Riki wonen zijn vooral hun levensmiddelen afhankelijk van de trein, want er loopt geen weg naar boven. De trein brengt de kinderen van en naar school en doet ook dienst als ambulance of lijkwagen. De spoorlijn Wietznau-Riki mag dan schilderachtig zijn. Hij wordt zeker niet in stand gehouden om sentimentele redenen. Langs deze lijn wordt al onafgebroken post en proviant vervoerd sinds 1871, toen midden in de Frans-Duitse oorlogschaos deze lijn werd geopend als de eerste bergspoorlijn van Europa. Vroeger ging de hele reis met stoomtractie. Per rader stoomboot naar de aanlegsteiger van Wietznau en dan achter zwarte locomotieven naar de top van de berg.
Elke zomer worden er nog locomotieven uit de jaren 20 opgepoetst, omdat de Riki-spoorlijn ook wordt gebruikt voor speciale gelegenheden. Voor de inwoners van Luzern is het een ideale plek om een verjaarsfeestje te houden, of een verloving te vieren, of om op de bruid te klinken. Spoorwegstations hebben 's ochtends altijd wat geruststellends. Hier zegevieren efficiënte spoorboekjes over menselijke zwakheid. Wij zijn misschien nog niet wakker genoeg om te weten wat voor dag het is, maar de spoorwegen zijn al uren op. Terwijl wij ons nog steeds verwonderd afvragen hoe mensen bij het ontbijt salami kunnen eten en jenever kunnen drinken, is onze trein al klaargemaakt voor de dag. Maar het is ook niet te verwonderen dat alles hier zo soepel loopt. Ze hebben per slot van rekening genoeg praktijkervaring. Sinds het allereerste begin van de transcontinentale spoorwegen heeft Zwitserland een sleutelfunctie vervuld in Europa. Als de Zwitsers weigeren hun klokken gelijk te zetten met die van hun buurlanden, dan heeft dat invloed op de spoorboekjes van een stuk of 6 landen. Als u van west naar oost reist, zoals wij, of van noord naar zuid, dan is de kans groot dat u ergens in Zwitserland moet overstappen. Alleen op het station van Luzern al komen en gaan er zo'n 1000 treinen per dag. De Transalpine en het langste traject van onze reis. 10 uur naar Wenen. We gaan weer een grens over. Dan met de Oostenrijkse staatsspoorwegen door het uitgestrekte Tirol. Transalpine is zonder meer de beste trein die de Österreichische Bundesbahn te bieden heeft. Een soort 5-sterrenlijn op enkelsporen. Dat is het mooie van het reizen met een camera. Wij kunnen stoppen waar de Transalpine dat niet kan. We kunnen ons met een rol film bij de andere Britse toeristen voegen, op een spoorweg die zo uit staaltje de locomotief lijkt te komen. De tenderlocomotieven van de Zillertalbaan hebben wat aristocratische namen. En jammer genoeg hebben ze geen dikke conducteur. Maar ze hebben wel Derek Maimon, die erg aardig voor ze is. Elk jaar laat hij zijn aktentas en keurig streepjeskostuum achter in zijn fabriek in de Midlands en trekt iets gemakkelijkers aan. De met olie besmeurde stokers overal. Hij mag dan vakantie hebben, maar dat betekent niet dat hij gaat zitten luieren. If one comes to work, then one's got to take a proper turn and do somebody's work right through the shift. You can't expect people to come on first thing in the morning, put everything ready, just for you to step onto the footplate and do the easy stuff. So you've really got to take somebody's place and do the whole job, otherwise it's not a fair deal, is it? Dit is geen part-time spoorlijn. Voor de mensen die wonen en werken in het dal, van Jeenbach, hier aan de hoofdlijn, tot aan het eindstation in Meyerhoven, is de Ziller net zo belangrijk als welke intercity dan ook.
Goederenwagons worden van de rails van de Oostenrijkse staatsspoorwegen op het particuliere smalspoor gereden. In tegenstelling tot zijn genationaliseerde buurman, die elk jaar miljoenen shillingen aan subsidie opslorpt, blijft deze lijn net uit de rode cijfers, met wat hulp van vrienden. Als u een hekel hebt aan spoorwegmusea met al die levenloze pronkstukken, dan moet u hier komen. Hier worden stoomlocomotieven niet vereerd. Het is alleen maar verstandig om elk jaar duizenden treinenthousiasten aan te trekken. Dan ziet de balans er tenminste wat gezonder uit. De romantiek, die laten ze aan ons over. Mooie plaatjes voor vakantiekiekjes levert het altijd op. It's rather nice with the mountain in the background. If only it wasn't for that great big pylon. Maar we moeten verder. De Ziller is een juweel, maar heeft geen echte stoomlocomotieven. Van die grote bedoel ik, zoals je die ziet bij de treinen op de hoofdlijnen. Can I have some more film, please, Steve? Misschien vinden we die aan het einde van de Transalpine. De reis zit er bijna op. We worden wakker van het rangeren bij Rosenheim. De reis gaat nu een paar kilometer door Duitsland. Door onderweg naar de plaatsnamen van passerende stations te kijken en goed te letten op de klok in onze maag, weten we ongeveer waar we zijn. We treffen in Kürze in Wien ein. We will arrive in Vienna in a few minutes. Nous arriverons dans quelques minutes à Vienne. Wenen voldoet precies aan de verwachtingen. Een uitstekende maaltijd en onvervalste Weense muziek in een klein restaurantje ergens boven in de bossen. Maar het is wel de stationsrestauratie. Het Weense Westbaanhof is meer dan een plaats waarvan je zo snel mogelijk weer wilt vertrekken. Je kunt er lekker eten en aardige mensen ontmoeten. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat het leuk is. Al was er een tijd dat de perrons van het Westbaanhof een minder gelukkige ontmoetingsplaats waren. De treinen kwamen nog steeds, alsof het leven in Wenen gewoon doorging. Met de Nazi-Orient-Express werden hoge Nazi-officieren aangevoerd. En bij de volgende trein die op het tweede perron aankwam, stond de rode ster, het teken van de bezetting, op de deur van de rookkast. Maar wie er ook kwamen, de mensen stierven nog steeds tussen het puin. En ook de oude wereld van de vooroorlogse spoorwegen stierf, tussen de ruïnes van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk.
overlevenden in Europa hielden hun blik gericht op de toekomst. De mensen gingen naar nieuwe afspraken, maar niet meer in die schitterende sneltreinen van vroeger. Die waren het symbool geworden van een tijdperk dat veel mensen maar liever zo gauw mogelijk wilden vergeten. Al is het, ondanks de afschuwelijke herinneringen die eraan vastzitten, toch jammer dat ze verloren zijn gegaan. Hoewel, niet alles is verloren gegaan. Stukken van die oude treinen zijn nog in gebruik, als je dat tenminste zo kunt noemen. Er is zelfs nog een restant van de Orient Express. Nu een gevallen vrouw onder de treinen. Een groezelige sneltrein die dagelijks naar Boekarest rijdt en nauwelijks de benaming Express verdient. Vroeger was de Orient Express de koningin onder de treinen. Maar nu is de naam alleen nog bedoeld om meer reizigers te trekken. De routes waarlangs vroeger alleen eerste klas passagiers vervoerd werden, zijn nu in bezit genomen door het vrachtvervoer. Aan vrachtvervoer ontlenen de spoorwegen nu hun prestige. Daar moeten de winsten vandaan komen. En het vrachtvervoer zorgt ervoor dat de betekenis van landsgrenzen afneemt. Vandaag hier, morgen Rotterdam. Vrachtwagens rijden af en aan. Op het gebied van het goederenvervoer zijn de spoorwegen, de luchtvaartmaatschappijen nog steeds een stap voor. Maar het aantal passagiers is teruggelopen. Aan mensen is namelijk minder te verdienen dan aan goederen. Maar als we even stilstaan in een hoek van het Weense Zuidbaanhof, kunnen we kijken naar de zenuwachtige voorbereidingen voor de aankomst van een speciale passagierstrein. De Chopin Express heeft een speciale taak in Oost-Europa. Het is een trein voor arme mensen. Iedereen kent hem hier als de emigrantentrein. Hij komt uit Moskou en arriveert hier elke dag 's ochtends vroeg met mensen die hun land hebben verlaten om politieke redenen. Kleine scènes uit het leven van andere mensen. Deze volledige en onvolledige gezinnen, die al hun bezittingen bij zich hebben, hebben geluk gehad. Ze hebben een uitreisvisum gekregen en daarmee hun vrijheid, na misschien jaren van strijd. Voor deze mensen is Wenen een neutraal bolwerk waar de strijd ten einde is. Voor ons is het ook een nieuw begin. Een reis naar de rand van de wereld die zij net hebben achtergelaten. 5 dagen geleden zijn we uit Londen vertrokken. En nu gaan we een stukje van hun gordijn optillen om de grens over te glippen naar Hongarije. Je zou er zenuwachtig van worden. Zou het daar net zo sinister zijn als we ons hebben voorgesteld? Moeten we een diepere betekenis zoeken achter het feit dat de Lehár Express onze 13e trein is? We zullen het gauw genoeg weten. Nog 1 uur voert de trein ons door Oostenrijk. Dan komen we aan de grens. Ja, zo hadden we het ons ongeveer voorgesteld. Soldaten, geweren. De trein wordt doorzocht terwijl wij geld kunnen wisselen. Where are you going? Change money. Yeah. How much? How much do we have to change? Thank you. Ook de locomotieven worden gewisseld, maar deze locomotief gaat in ieder geval vergezeld van een restauratiewagen. Happy,
Het 4 keer controleren van ons paspoort en visum heeft precies 1/2 uur geduurd. Daarna gaat de reis verder. Drie uur naar Boedapest, langs de Donau, over de noordelijke vlakte van Hongarije. Vanuit de trein zien we een vlak landschap dat nog steeds de littekens draagt van de geschiedenis. Dit is het arme gedeelte van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, waarover in een reeks Europese conflicten is gestreden en onderhandeld. In de laatste oorlog werd het met de grond gelijk gemaakt, omdat het niet wist voor welke kant het partij moest kiezen. De spoorlijnen werden verwoest, omdat militairen weten hoe belangrijk die zijn. Het herstel is langzaam gegaan, omdat Hongarije weinig hulp kreeg. De nieuwe meesters wisten van vroeger dat een periode van armoede voordelen had. Maar uiteindelijk won het zakelijke inzichten van de principes. Ze hoefden niet van het Westen te houden om er zaken mee te doen. Om handel te kunnen drijven, waren er handelsroutes nodig. Er werden nieuwe spoorlijnen door Hongarije aangelegd, zodat de markten toegankelijk werden. Toeristen zoals wij zijn ook niet echt welkom. Maar we brengen natuurlijk wel harde valuta mee. En als het nodig is om ons het hof te maken met zulke frivole dingen als bloemen en een glas wijn op tafel, nou, dan moet dat maar. We krijgen een onofficieel welkom. Op het Kaletti-station, ons eindpunt in Boedapest, worden de regels enigszins versoepeld. De hand van het staatsondernemerschap kan niet volledig verhullen dat dit een kapitalistische stad is. Een stad die er maar niet van doordrongen kan raken, dat die geen deel van het Westen uitmaakt. En dat is niet zo verwonderlijk. Doordat Oostenrijk en Hongarije vroeger tot één rijk hoorden, hebben veel Hongaren familie wonen in Wenen en veel Oostenrijkers in Boedapest. Toen het rijk uiteenviel, werden families van elkaar gescheiden. Maar nu heeft de Hongaarse regering dan besloten dat Oostenrijkers geen visum meer nodig hebben om Hongarije binnen te komen. De Hongaarse staatsspoorwegen, Magyar Állam Vasutak, brengt ze bij duizenden vanaf de Oostenrijks-Hongaarse grens het land in. Ze komen levensmiddelen kopen, omdat het hier goedkoper is dan in Oostenrijk. Het verhaal gaat dat de Weners hier vroeger kwamen voor hun Weense worst. Ze komen nu een tijdje logeren bij de andere helft van hun familie en mopperen dan samen over welke inbreuk de Russen nu weer op hun leven hebben gemaakt. En dat is nog iets wat ze gemeen hebben. Nog de Oostenrijkers, nog de doorsnee Hongaren hebben veel op met de Sovjet-Unie. Gezien hun geschiedenis is dat ook wel begrijpelijk. Monsters uit de mythologie van de spoorwegen. Nog steeds een sterke herinnering aan voorbije inspanningen. Maar geen enkele trein op het hoofdlijn wordt nog aan ze toevertrouwd. Ze rangeren goederentreinen en mogen dan weer afkoelen. Het is aan de machinisten van Hongarije om het vuur op te rakelen van de Europese stoomlijnen. Maar als ze dat doen, dan zal dat zijn met een gevoel van nostalgie, maar tegelijkertijd met een zeker realisme. Ik moet dolgoztam 30 évig, nagyon szerettem, nagyon a szívemhez nőtt. De tekintettel arra, hogy modernizáltunk, újabb dízelmozdonyokat kaptunk, ezeket is szeretni fogom. Természetesen könnyebb lesz nekünk a munka vele, és hát addig szeretem majd a dízelmozdonyokat is.
Hát én sajnálom egy kicsikét a gőzmozdonyt, mert abban nevelkedtem, abban nőttem föl, és most már megöregedtem, így most már én úgyis nyugdíjban megyek, és a dízelek fognak most már jönni. A dízel a jobb, kényelmesebb, mint a gőzös, ugye tisztább munka. Hát azért, ha ezen is kell járni valakinek, mindenki nem járhat a motoron. We hebben ruim 1500 kilometer afgelegd om deze stoomlocomotieven te zien. Onderweg hebben we veel van de successen en een paar van de mislukkingen gezien van de treinen die ervoor in de plaats zijn gekomen. Sommige landen zijn nu nog meer verzot op hun spoorwegen dan vroeger. En we gaan terug naar een land dat niet goed weet wat het met zijn spoorwegen aan moet. We wisten dat dit een beeld was dat zijn tijd ver heeft overleefd. Maar we wisten ook dat het de moeite van het zien waard was voordat het voorgoed zou verdwijnen. Als we hier weer komen, zijn misschien veel modernere delen van de spoorwegnetten ook al verdwenen. Er is al een nieuwe generatie Europese treinen. We rollen treinen uit de fabrieken die net als de intercontinentale straalvliegtuigen het reizen steeds sneller maken, maar er verder dan ook alle plezier uithalen. Misschien verlangen we nog wel eens terug naar de vriendelijke Cisalpin. Misschien zullen we nog wel eens even op adem willen komen in Zürich en wensen dat het landschap meer was dan een voorbijschietende schim. Maar misschien valt het allemaal nog wel mee. Hoe de treinen zich ook ontwikkelen, wij kunnen toch altijd onze fantasie blijven gebruiken.
Ik heb het u om 7 uur al verteld, maar we herhalen het nog even. Straks na TV Privé kunt u kijken en luisteren naar het galaconcert ter ere van Emmerich Kallmann. Dit concert vanuit het Concertgebouw te Amsterdam kunt u straks dan tegelijkertijd in stereo beluisteren via de Tros Radio op Hilversum 1. Maar nu eerst heeft Henk van der Meijden...